Mijn mat zei gewoon van, yo, ik ben een baby vandaag, maar zal ik, uh, zal ik langskomen? Ik zeg van, ja bro, pull up dan, weet <laughs> ja, toch? Zei van, oké, okay, is cool. Um, vervolgens zei van, het uh, duurde een beetje lang of zo. Dus ik zeg van, laat me weten hoe laat en zo. Zei van, we lopen gewoon de straat, kom ook gewoon. Mm. Oké, okay, ja, waarom niet? Dus ik had mijn collega Yassira. Zei van, uh, ik van, ik ga even naar buiten toe, kom zo terug. Maar ik had niet verteld wat, wat ik ging doen. Ik zeg van, kom zo terug, waarschijnlijk met wat mensen. Zei ze van, oké, okay, is cool, is goed. Liep ik naar daar... Waar ze in bottega, <kacht> ze in bottega? Gewoon aan het chillen ze waren bezig. Dus uh, ik was gewoon. Ik had gewoon iemand die van me gewoon groet van hey, dit en dat. Zussen. Hij zei van hij komt zo naar boven. Ik heb me gewoon gemeld van uh, dit en dat zussen, zo. en zo, dat we zo die kant op gaan. Uh, volgens was, uh, was baby klaar, kwam je naar boven, groet hij, hij zei van, yo, what's up? I heard you got something, uh, something going on in the street. Dus, uh, <laughs> in the street? <laughs> ja, ja, ik zeg je eerlijk, <laughs> ja, ik ben zei, het ze, ze praten echt alsof het bro's, yeah. die Amerikanen zijn zo grappig yeah. bro's. Alsof het Bricks zijn. Ja, ja, ja. bro, hij zei gewoon, I heard you got something going on in the street. Dus ik zeg van, uh, yeah, we got a store here uh, at the end of the street, this and that. Sis, and so. hij zei, oké, okay, let's check it out, let's go. Let's go right now. <laughs> Weet je waar je praat, toch? Yeah, <laughs> ja, ja. Yeah, let's yeah. go right now. Oké. Okay, dus nu, hij zegt tegen die mensen van: hey, by the way, ze waren echt met 20, 25 mensen ja, of zo. Ja, dus die... hij, zegt, uh, hij zegt tegen die boys: van... Hey, wrap it up, let's go. Nu, lopen we door die straat. Oké, okay, mensen zien natuurlijk van: Yo, het is baby. Dus mm. stop voor pikas en zo. Dit, dat, ze zo. Eindstand liepen we naar de winkel toe. En toen waren we in de winkel. Uh, mind you, Reggie en. We waren toen in Parijs mm -hmm. voor ik weet niet wat voor iets zaken. Gewoon, ja, zaken. Dus ik texte toen van: yo, Baby kom zo langs, man. Ze zeiden van: Oké, okay, ja, yeah, is cool. Maar ik weet niet, misschien zeg maar een beetje van: uh, Of het was van ze waren bezig of zo. Ik kan ja, niet helemaal door. Fuck you, rot op. Ja, <laughs> Snap je? Ja, ja. Dus nu, zeg maar, uh, we liepen zeg maar uh, eerder dat stukje van uh, Profomo naar oversteken ja, ja. Naar, naar, naar de winkel toe. Dus ik FaceTime. Of Reggie, of kijk, ik weet niet meer. Ik facetime. En uh, ik, uh, ik facetime gewoon zo. En uh, ik zeg maar, doe die telefoon naar boven. En dan zag je altijd iedereen achterlopen. Mm -hmm. Dus ik zeg van, yo, we komen nu met, uh, met baby in de winkel aanlopen. Check op camera's. Dus nu, hij zegt van, kill, rot op man. Dus ik zeg van, oké, okay, check camera's man. Oké, okay, nu, uh, we lopen naar binnen. Check op die camera's. Telt weer terug. En je zegt: nee. Ja. En je zegt: nee. Hij zegt: hey, Geef die maar alles wat hij wil. Ja. Dus ik zeg: Maar nee, kom goed, kom goed, kom goed. We gaan gewoon leuke dingen voor hem uh, samenstellen. Dus mm. nee. hij zegt: Nou uh, ja, nee, is goed man. Doe gewoon je ding, doe gewoon je ding. Oké, okay. liepen we naar binnen. Mind you, ik heb mijn collega Niks, daar niks verteld. Ja, ja. Dus zij komt naar binnen. Zij dus ziet oh, wow. 25 ja. mensen naar binnen ja. komen of zo. Nikkes! <laughs> naar binnen komen en zegt: Kijk gewoon van wat de fuck is dit, man. Ja. En nu zit ook van joh, het is gewoon baby man. Yeah. Oké, okay, nou, zijn in de winkel. Die winkel was fucking klein, die, die oude winkel. Yeah, yeah. Chill in de winkel. Uh, hij komt, bro. Kom. Oké, okay, laat me eens anders zeggen. Hij was ook fucking chill man. Oh, yeah. Echt relax, mm -hmm. down to earth, alleen maar aan het lachen met zijn vrienden. Hij staat gewoon whiskey binnen toch? Bro, dit is dit dag klopt voor fucking baby. Oké eindstand. Oké, dus hij was gewoon chill, relaxed, alles. Uh... Um, dus volgens uh, hij komt naar me toe in de winkel dus hij zegt me van yo what's the deal hier dan dus ik zeg van uh, uh, ja je toch je kan gewoon de outfit pakken dit en dat komen lopen gewoon even langs checken bij de collectie gewoon wat je hard vindt en zo dit dat dus we liepen gewoon een paar we liepen gewoon een rondje dus ik liep me gewoon jakassie zien, brakassie zien, flare die vond die hard Hij zegt, ja this one 30. dus ik laat hem een zien, hij zegt this one medium ik zag hem een hoodie zien, this one medium uh, Laat hem nog een broek zien tussen, want 30. Dus gewoon zo. Dus hmm. nu, um, ik zeg van, oké, okay, is cool. Ik zeg tegen mijn collega, oké, okay, dit en dat is en zo. Kan je het gaan pakken en zo. Dan blijf ik hier een beetje met, met die mensen in die volle store een beetje. Oké, okay, boom. Zij pakt alles. Maar, broer, zijn matties waren gewoon, gewoon als dieren aan het grijpen. Of ja. Gewoon van, hey, Oké, okay, dus vervolgens, hij ging zitten even. Zij zegt van, oké, okay, we waren druk bezig. Dingen pakken voor alles en iedereen en zus en zo. Toen kwam hij weer naar me toe lopen. Zei van hey, I can pay for this shit. Dus ik zeg van, uh, ja weet je, kom wel goed. We zien het wel straks wel bij de kassa. Hij zei van bro, I'm gonna pay for this shit. Mm. Dus ik zeg van, ja, kom wel goed. We gaan, we gaan, het, we gaan, het, we gaan het regelen. Ik zei van, oké, is cool. Toen waren we klaar. Hadden we alles zeg maar, soort van ingepakt. Alles in de computer gezet. en dat so. Toen kwam hij weer naar die kassa. en zei hij van, uh, what is the total amount? Toen dus zei ik van, oké, okay, ga ik even voor je checken. Dus zei ik van, weet je, luister dan. Dit van jou, jouw band doen we apart. Dit mm. krijg je van ons. Mm. Love, weet je toch? En die shit van je boys, zo kan je die gewoon afrekenen gewoon. Mm. zei van bro, that's a very good deal. Toen ik van oké, okay, ja, yeah, cool. Toen volgens pakte hij zijn telefoon. begon niet te snappen. Gewoon huh, huh, huh. begon niet te snappen. nu denk ik heb. begon niet te snappen. Kijk het, die speed double, die collega van mijn jarig vandaag. Ik heb het gepost. Oké, okay, dus vervolgens, hij, hij pakt zijn telefoon en hij begint te snappen. Dus nu, hij legt zijn telefoon op tafel. Hij kijkt naar kleren, hij, zegt, doe, hij doet zo. Uh, tag your shit. Mm -hmm. Dus ik kijk ernaar, dus, maar ik verstand hem niet. Yeah. Dus ik kijk naar ik zeg van, ja, yeah, hard, hard, hard. Hij zegt, no, tag your shit. Yeah. Dus hij zegt van, tag gewoon, tag flaneur, tag jezelf, dit en dat. Nee, broer, hij, hij zei niet tag jezelf, hij zei tag flaneur. <laughs> dus nu, wat ik doe, ik tag flaneur gewoon, gewoon dat je het ziet. En ik tag mezelf stiekem. En ik, oh, ah, schuif het auditorium, snap je ook? Dus hij mentioned mij yeah. ook. Yeah. Schuif het auditorium. Oh. Hij zegt, fuck okay, you hard, post that shit. Dus ik druk gewoon op post, gewoon boom, ploep. Oké, okay, die shit is gepost. Kijk op mijn telefoon, ik zeg, hello baby, mentioned you. Repost gelijk, boom. Oh, telefoon, die, dan nu ben je ook eens in een DM. <laughs> hey, telefoon bloot gelijk op. Okay. Yeah. <laughs> Volgens... Uh, was er nog iets kleins met de cameraman? Maar, uh, ik ging toen nog ook veel foto's maken. En zijn cameraman was er ook bij. Mm. En ik had mijn camera op tafel. Dus de cameraman zei: Hé, hey, wat voor camera is dit? Zeg ik van: Ja, ze analoge cam. Zij van: uh, Oh, hard man. Kan je eentje voor me fixen? Dus ik zeg van: Ja, gaat moeilijk worden. Winkels sluiten, zo en zo, dit dat. Maar ik kan het wel voor je checken. Gewoon: zei van: Oké, okay, uh, neem een nummer. Dan fixen we het wel. Dit en dat, zus en zo. Dat is even een side story. Um, vervolgens gingen ze dus gewoon losoe. En dat was het een klein beetje. En toen had ik nog contact met die cameraman. Hij zei: van, Als je die cam voor me fixt, dan uh, kan je gewoon meekomen naar die show morgen in Rotterdam. Mm. Ik fix dat gewoon voor jou, ja, en zo, dit en dat. zo bla, 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 bla. Uh, Had hij dat gefixt, was ik ook gewoon met hun de volgende dag. Ook ja. gewoon raar. Ja. Gewoon. In die backstage. In die backstage. Was ik gewoon met hun. Zijn er ook beelden van? Ook zijn er ook beelden van. Of alles wat gesnapt. <laughs> nee, ja, waren, waren we ook gewoon met hun. Was yeah. hij ook gewoon super relaxed. Het yeah. hele team is relaxed. Um, ja bro, ze zijn gewoon hele relaxte mensen man. Yeah. Ik heb echt gemerkt van um, hoe breder mensen het zeg maar... De, de mensen die het echt, echt, echt breed hebben toch? Yeah. Hebben geen tijd om boos te zijn of noors te zijn of, of zuur te zijn of wat dan ook. Of yeah. iets gewoon. Die zijn gewoon tranky man. Ze hebben ja. gewoon broer. Ik heb toch pap bro. Waarom zou yeah. boos moeten zijn? En ik heb gemerkt, en die, juist de mensen die zeg maar... Oké, okay, ze hebben misschien wel wat centen. Ze hebben het misschien wel goed... Maar zijn niet op die baby-level. Ja, 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 die ja. doet toch wel stoer. Of hebben een toet of iets. Terwijl, broer, de mannen die het echt hebben, zijn gewoon relaxed, man. Ja, zijn gewoon ja, ja, chill. Ja, ja, ja. Gewoon, cool, weet je ja. toch? En dat, met veel, veel artiesten die, uh, die langs zijn gekomen. Uh, die we hebben gezien, dat gezien. Maar ik ja, ja. zeg je eerlijk, jij trekt ze ook aan of zo. Een keer, kan 100%. je geloven? Een keer we zijn gewoon in de winkel. Wie komt random binnenlopen? Daniel Sturridge.